Hallo, ik ben Lian Duijf, programmamanager bij de stichting Hieronymus Bosch 500. Lian, wat is hier allemaal aan de hand vandaag? Dit is de eerste activiteit, het bosdiner. Belooft een jaarlijkse traditie te worden. In de opmaat naar 2016, het 500ste sterfjaar. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Vandaag? 2016? 2016 is 500 jaar geleden dat Jeroen Bos is overleden. We weten niet wanneer hij geboren is, dus we herdenken zijn sterfdatum. En in de aanloop naar 2016, vanaf nu, beginnen we met een programma wat jaarlijks terugkeert in de stad van Bos. En wat heeft Bos Diner met Jeroen Bos te maken? Heel veel. We beginnen echt een programma voor en door de Bossenaar. Jeroen Bos, zoals velen zullen weten, is ooit lid geweest van het illustre lieve vrouw Broederschap hier in Den Bosch. En daar was het heel gewoon om als broeder aan je medebroeders een maaltijd aan te bieden. Nou, die traditie willen we een eigen tijdstintje geven. Dus het is een hele oude traditie eigenlijk? Een hele oude traditie, maar zoals je ziet, ook heel eigen tijd. Bossenaren aan tafel, koken voor de andere mensen uit de stad. Dus in het kort, wijken kunnen deelnemen aan deze bosdiner? De wijken nemen deel, mensen uit de wijken. En het leuke is dat de wijken in een soort van eigen tijdse paleo tegen elkaar strijden om de beste kookteam. En is er ook een soort jury dan? Een jury met onder andere Pierre Wint en Gerrit Greveling. Die zullen beoordelen zeg maar, welk team het mooiste gerecht op tafel zet. Het leuke is dat alle teams met dezelfde ingrediënten koken. Ingrediënten uit de streek. Het is een faire competitie, zou ik bijna zeggen. Dus allemaal wel streekproducten? Allemaal streekproducten uit de streek, ja.